van de voertuig dat zeer bewegelijk is, maar het is dus een verkenningsvoertuig en het maakt dus lawaai, tamelijk veel lawaai als je ergens moet gaan verkennen. Als je dat vergelijkt met het, ja, dat is dus een kanonschot dat hij afvuurt, al alleen maar als hij zich moet verdedigen, als het echt niet anders meer kan. Maar de Duitsers die hadden dus verkenningsvoertuigen nog 8 wielen, de loeks, waarvan je de motor absoluut niet hoort. Het enige wat je hoort in vredestijd, dat is als hij remt, dan piept hij een beetje. Maar zelfs dat wordt weggewerkt in oorlogstijd. Maar dan mag een hoek zo groot zijn, als je niets hoort, dan hoort je niet dat het echt terwijl de deze, je kan deze in je best gaan winnen, dan stel ik dat je de grote moet halen als hij maakt. De kracht van de motor van 7,5 ton. Zoals je kan zien wordt het daar een kapte van 40 ton dus net gemaakt door de motor groot te worden. Automatische versnelling, dus je ziet dus ook van hier dat hij sneeuw te
doel hebben natuurlijk om te gebruiken om alle voertuigen die je hebt. March along.